Capelle is baas in de aanvangsfase, maar de eerste echte kans komt van de bezoekers. Smolders met de lange bal op Leekes, die heeft een goed schot in huis, Brugmans redt. Neerpelt krijgt vlak voor rust nog de kans om op voorsprong te komen, maar die wordt vakkundig de nek omgevrongen door Daniels. Na de pauze grijpt de thuisploeg de leider meteen bij de keel. De vrije trap van Boeikens wordt in doel gekopt door Thomas Broekaert. 1-0 na nauwelijks 3 minuten in de tweede helft. Neerpelt gaat dan op zoek naar de gelijkmaker, maar vindt geen gaatje. Van Zundert werpt zich voor het schot van Kantarci. Aan de overzijde is Maxim van Hooijdonk een gezel voor de Neerpeltse defensie. Als een duivel uit een doosje passeert hij Chris Konings, die hem enkel nog foutief kan stoppen. De bal gaat op de stip. Michel en Koeman mist niet. 2-0, nog ruim kwartier op de klok. De Limburgers reageren met een vrije trap van Ubaks. Jan Smolders zet zijn hoofd er tegen en passeert Brugmans. 2-1, wedstrijd nog niet gespeeld. Toch komt de thuisploeg nog het dichtst bij een doelpunt in de slotfase. De pas ingevallen van Bouwen besluit net naast. Capelle verslaat de leider en doet bovenaan helemaal mee. Er liggen momenteel volop op schema. Vooral in die tweede periode komen we nu 3 punten voor. En als we blijven voetballen de manier waarop we nu aan het voetballen zijn, dan reken ik op een goede afloop. Misschien de titel ook? Zeker wel. Ik vind dit Neerpelt toch mee een van de sterkste ploegen van de reeks. Dus we hebben nu al Neerpelt gehad in de tweede ronde. We hebben al Oosterzone gehad in de tweede ronde. Dus zijn toch in mijn ogen de twee beste ploegen van de reeks. Na ons misschien dan. En, wij willen meedoen. Ja.